Goedendag, je kijkt naar de Weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we dikke plukken witte bewolking boven Engeland liggen en dunnere grijze wolken boven Nederland. Dat zijn lage wolkenvelden, daaruit valt in Nederland vanochtend vroeg nog geen regen. Maar die witte bewolking vanuit Engeland nadert snel, daardoor gaat het in de loop van de ochtend vanuit het westen wel regenen. Dat is regen en motregen, dat breidt zich langzaam over het land uit. Vanochtend in het oosten nog heel even een zonnetje, maar vanmiddag is het ook daar bewolkt. En dan valt er in het hele land dus van tijd tot tijd regen. Temperaturen 9 à 10 graden en waait een stevige wind uit het zuiden tot het zuidwesten. Vanmiddag is de regenval meestal licht. Vanavond gaat het tijdelijk wat harder regenen en later in de avond trekt de regen dan weg. Morgen overdag hebben we ander weer. De zon schijnt van tijd tot tijd en er vallen een paar buien. Ze overheersen niet, het droge weer overheerst. Er kan wel een enkele pittige bui bij zitten met onweer en hagel. Wordt opnieuw een graad of 9. Zaterdag ook 9 à 10 graden, ook dan enkele buien, maar het aantal is wel minder dan op vrijdag. Verder zaterdag dus ook van tijd tot tijd zon. Met wat geluk blijft het zondag helemaal droog en valt de maandag pas in de avond weer wat regen, dus ook maandag grotendeels droog weer en 11 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaats.nl.